Vicla Tomohina is geïnstalleerd als raadslid in de gemeente Tiel. Hij neemt de plaats in van Teus Verduin, die zijn raadszetel voor de partij Krachtig Tiel onlangs opgaf. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Dankjewel. Van harte proficiat. Dankjewel. En succes in Dankjewel. Deze raad. Jij wilde zelf nog wat zeggen. En daarna mag je tussen de heren Elfrink en Seuze plaatsnemen. Ja, goedenavond allemaal. Hier in de raadzaal, publieke tribune. En ook thuis uiteraard. Dank u wel, voorzitter, dat ik heel kort even een woordje mag richten tot de aanwezigen. Omdat ik in ieder geval de naam wil bekendmaken van deze eenmansfractie. En die naam luidt Kleurrijk. Nou, Kleurrijk, die naam is eigenlijk gerefereerd aan de kleurrijke samenleving die Tiel heeft. En nou, daar voel ik, ja, ik ben echt een Tielenaar wat dat betreft. Ik woon hier al 58 jaar. Ik ken bijna alles en iedereen. En ja, het is mijn stadje wat dat betreft. Met al die geuren en kleuren, zeg maar, in Tiel. Dus daarom Kleurrijk. Je hebt er zin in, dat mag ik aannemen. Er was nog wel wat gedoe op de weg hier naartoe, hè? Ja, ja, dat gaat dan zo. Het gaat zoals het gaat. En ja, wat moet ik van zeggen? Er zijn mensen die het niet leuk vinden, maar ja, als je zegt de kieswet te respecteren, dan moet je dus ook alle consequenties die eruit voortvloeien aanvaarden. En zo simpel is het. Zo is het, maar je bent ook wel persoonlijk ook geschoffeerd. Ik verlaag me niet tot zulke gedragingen. Ik heb er wat dat betreft niet veel meer over te zeggen. Ja, ik ga me niet toeverlagen. Waar gaat Vicla Tomohina het verschil maken? Ik heb dat in mijn woordje wat ik net, toen ik net geïnstalleerd werd, al gericht tot iedereen hier. Vooral op het mens zijn. Want heel vaak, dat hoort natuurlijk bij. Je volgt de vergadering waar heel vaak over cijfertjes en bakstenen en weet ik wat. Maar de kern blijft altijd de mensen. Dus wat dat betreft probeer ik op mijn manier, zeg maar, de discussie ook, zeg maar, vooral mensgericht te laten zijn. En nou, dat is vooral heel belangrijk voor mij vanuit, ja, ik ben natuurlijk, ik heb een sociale achtergrond. Ik bedoel, er stond in de krant dat ik progressief links was. Nou, nee, dus. Ik bedoel, Joost mag weten wat vandaan komt. Dus ja, vooral dat mensgericht zijn. Ik bedoel, het gaat om mensen